Timo Schaap, direct na de wedstrijd Lugdunum-Volk 68. Een hele belangrijke wedstrijd, hè, voor jullie? Ja, die keken we al een tijdje naar uit. En zeker omdat we de laatste tijd in een goede flow zaten, was dit wel een wedstrijd waar we echt naar uitgekeken hebben. Ja. Hebben jullie vandaag nou voor je gevoel de wedstrijd verloren? Voor mijn gevoel wel, ja. Ik denk dat wij de hele wedstrijd wel controleerden. En beter waren, betere kansen kregen. Ja, zonder dat je niet eentje maakt. Maar, Hoe ga je zo'n week vooraf daarin? Hebben jullie het veel over deze wedstrijd? Is Lugdunum meerdere malen bekeken bijvoorbeeld? Ze moesten toen op een dinsdag tegen Rijnvogels, als ik me niet vergis. Toen is onze assistent trainer bij ze gaan kijken. Maar in principe zijn we gewoon vanuit onze eigen kracht begonnen. En ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. We zijn uit controle begonnen en ik denk dat we de hele wedstrijd gecontroleerd hebben. En zij zijn eigenlijk niet echt in het spel voorgekomen. Het leek ook wel een beetje de tactiek van Lugdunum. Ver inzakken, hopen op een counter. En in die eerste helft werden ze een paar keer gevaarlijk. Jullie hadden het overwicht, maar vier corners achter elkaar. Ja, die corners van hun waren echt heel gevaarlijk. Ze draaiden in en ze stonden allemaal tegen onze keeper aan. En dan is het voor Erwin echt lastig om die ballen goed te pakken. Hij pakte ze gelukkig wel en kwam een paar keertjes goed weg. Ja, zeker. Ik denk dat jij zelf een hele lekkere wedstrijd hebt gespeeld. Ja, op zich wel. Ik denk dat ik gewoon een prima wedstrijd heb gespeeld. Alleen neem ik mezelf ook wel kwalijk dat ik niet belangrijker ben geweest. Want ik had wel een paar ballen beter voor mogen geven of daar meer mee mogen doen. Dus dat neem ik mezelf zeker kwalijk. Nou, ben je ook een speler die zelf ook wel zijn doelpuntjes meepikt? Had je het gevoel dat dat vandaag kon gaan lukken? Nou, omdat er vandaag veel vanaf de buitenkant kwam en ik dan actie maakte en voorzet moest geven, had ik al het gevoel dat het voor mij moeilijk zou worden. Maar ja, dan moet je zelf ook wel belangrijk kunnen zijn met bijvoorbeeld een assist. En ik denk dat ik wel twee keer een assist had kunnen krijgen. En dan pakt de keeper twee goede ballen. Die koppel van Matthias en het schot van Jaco. Ja. Kwamen allebei van mijn voet af. Dus dat had misschien wel iets meer in gezeten. Wat mij dan ook weer opvalt eigenlijk. Ik had het erover met mijn collega Henny Kambier. Dan gaan jullie drie keer wisselen. En dan komen er gewoon echt drie hele sterke spelers zomaar het veld in. Ja, nee, zeker. We hebben een hele sterke bank. En iedereen moet kaart knokken om zijn plekje te behouden, inclusief ikzelf. Dus dat houdt iedereen scherp. En weet je, zo'n selectie als wij hebben, daar likt iedereen zijn vingers bij af, denk ik. Het verschil blijft vier punten. Die Hagen wint van RCL vandaag. Die lopen wat in op Lugdunum. Maar het seizoen is nog niet verloren na vandaag. Nee, zeker niet. En ik, er had meer in gezeten. Maar ik denk dat we ook gewoon tevreden mogen zijn over het spel wat we gespeeld hebben. Ik denk dat we gewoon, wat ik zei al, de hele wedstrijd gecontroleerd hebben en daar kunnen we wel op verder bouwen. En wat ik ook al zei, dat de laatste week gewoon heel goed gaat. Dus dat we met een positief gevoel weer verder kunnen. Volgende week DSO, hè, thuis? Ja, het wordt ook weer een lastig potje, maar die gaan we gewoon pakken. Oké, succes volgende week. Bedankt, dankjewel. Bedankt. Tim, moet ik jou feliciteren met een punt vandaag? Ik wil nooit gefeliciteerd worden met een punt, maar we mogen uitermate tevreden zijn dat we Volk op 0-0 hebben gehouden vandaag. Het is gewoon een hele goede ploeg. En we hebben er met z'n allen keihard voor gewerkt. Dus voor ons is het wel een verdiend punt. Ik denk dat Volk daar anders over denkt. Als je het balbezit kijkt. Maar we zat niet meer in voor ons vandaag. Het was vooraf denk ik wel duidelijk, hè? Een minimale gelijkspel. Nou, wij wilden voor de winst gaan. Dat was niet te zien. Nee, we hadden een strijdplan. Alleen, zij speelde het gewoon goed uit. En daardoor konden we niet druk zetten hoe we dat wilden. En dan moet je terug. En dan moet je omschakelen. En dan moet je zorgen dat je de nul gaat houden. En hopen op een uitbraak. En die zijn er wel geweest. Maar die hebben we dan niet goed uitgespeeld. Maar over het algemeen hebben we meer verdedigd vandaag. De eerste helft, heel veel balbezit voor Volk, maar jullie waren echt ontzettend gevaarlijk met die corners iedere keer. Ja, ze gaan er dit seizoen nog niet in, maar elke week is het een chaos in het doelgebied. En dan krijg je in de eerste vijf minuten vier corners achter elkaar. Ja. Dan vind ik dat die keeper twee hele goede ballen pakt. Maar als er dan eentje invliegt, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Dan kunnen we een andere wedstrijd had hetzelfde wedstrijd geweest, maar dan had jij ervoor gestaan. Maar zij waren vandaag de betere ploeg. Alleen qua kansen keren, dat hebben we goed tegen weten te houden. Jullie hadden continu veel mensen achter de bal staan. En ik vond jou persoonlijk ook een ijzersterke wedstrijd spelen vandaag.
Nou ja, ik was de vrije man, dus ja, ik probeerde alle gaatjes een beetje dicht te lopen. En daardoor werd het voor hun ook moeilijk om steekballen te geven. En ja, als we met z'n allen keihard werken en met onze man meelopen, ja, dan is het gewoon moeilijk om daar doorheen te komen. Dat is voor elke ploeg zo. En ja, dat had Valken vandaag ook. Mis je Adam Matief op het middenveld? Nou ja, Adam is natuurlijk dit seizoen heel erg in vorm. En ja, dat is toch iemand die creativiteit meebrengt. In balbezit twee, drie man uit kan spelen. En dan krijg je wat meer rust. En vandaag kwamen we voorin kwamen we niet echt aan de bal. Ook mede omdat zij gewoon heel sterk zijn achterin, Valken. En we konden er niet echt uitkomen. Tweede helft hebben we een aantal keren de kans gehad om eruit te komen. Alleen dan spelen we het verkeerd uit. En dat is jammer, maar we mogen tevreden zijn met een punt. Voor hetzelfde geld legt hij hem wel op de stip. Want volgens mij slaat de jongen met zijn hand eruit. Ik hoorde zelfs twee handen. Ja, nee, ja, ik zie hem zo in het hoekje gaan. En ik zie zo'n handje zo achter die bal komen. En de scheidsrechter zei dat hij het wel zag, maar vond het geen hens. Ja, dat is voor ons heel spijtig. Even terug naar die tweede helft. Dan gaat Valken drie keer wisselen. Die brengen gewoon drie spelers toch wel van een aardige naam in het veld. Gebeurt er dan wat binnen jullie ploeg? Ga jij dan nog dingen omzetten of veranderen? Nee. We stonden, volgens mij stonden bij ons, was het duidelijk wie waar stond. En wat er dan bij hun gebeurt, dat veranderde voor hun qua veldbezetting niet echt. Dus wij konden gewoon blijven staan. En ik denk dat we ook op middenveld, zeker de tweede helft, hun middenvelders onschadelijk hebben gemaakt. En dan zie je dat het voor hen heel moeilijk wordt. Volgende week weer zo'n kraker. Die Hagen uit. Die wint vandaag 3-1, meen ik, van RCL. Komt op een puntje van jullie. Hoe lang gaat Luchtdunum dit volhouden? Nou ja, je ziet dat we fysiek eventjes op ons tandvlees lopen. Alleen het is te hopen dat er weer een aantal spelers terugkomen. We hebben een aantal spelers die geblesseerd zijn geweest. Nu weer een paar nieuwe spelers erin. Het is elke week bij ons even kijken wie er fit zijn. Maar zoals het nu gaat in de wedstrijden gaan we er met z'n allen voor. En 4 goals tegen in 9 wedstrijden. Ja, dat is niet verkeerd. Volgende week naar die Hagen. Een van de betere tegenstanders deze klasse. En dan gaan we weer proberen 3 punten te halen. En zo lang mogelijk meedoen. Ik wens je heel veel succes en we blijven jullie volgen. Gefeliciteerd met het punt. Ja, we gaan een biertje drinken. Okay, we zijn er blij mee. Fijne avond.